Ik ben Jantina Smeltzer. Ik ben verpleegkundige bij Paterna Thuiszorg in Franeker. En de Medido is een automatische medicijndispenser. De Medido die geeft een melding af als de medicijnen eruit komen. Reageert een cliënt daar niet op? En die moeten op het knopje drukken. Hij geeft een geluidssignaal en een lichtsignaal. De cliënt drukt dan op het knopje en dan komt de medicatie eruit. Mocht dit niet gebeuren, dan gaat er een alarm naar de centrale. En die bellen dan de zorg op, zodat wij er naartoe kunnen om te kijken wat er aan de hand is. De Medido wordt ingezet als mensen vergeetachtig zijn en ze toch hun eigen stukje regie willen behouden. De Medido zetten we in bij mensen waar we vaker kwamen op een dag, soms 5 keer, met zorg en medicatie. En dat kunnen we nu terugbrengen naar 3 momenten op een dag. Bij mensen die alleen medicatie van ons kregen, die redden zich daar nou zelf mee met de Medido. Dus daar hoeven we nou 1 keer in de week naartoe om de Medido te vullen. Johe, de Medido, hoe bevalt dat? Ja, het bevalt mij wel goed, verder. Weet je nog waarom je de Medido kregen hebt? Ja, was vergeet ik de medicijnen wel eens, maar ze jongens. En dat maakt net vanzelf. En de Medido helpt je nou bij? Ja. Je weet hoe je ermee omgaat, Matten? Nou, als er een geluid jouwt, dan druk je het knopje in. Maar soms nog van buiten komen, want ik maak 8 uren, dan begint er. En jongens 8 uren. Maar ben ik jongens een keer voort, dan neem ik het wat jij erin. Dan druk ik jij erop het knopje en dan komt het trek wel uit. Ja. Maar dat heb ik wel eens vergeten en dan bellen ze wel eens eventjes. Weet ik weer. En wat brengt het jou? Wat vind je er fijn hoor? Nou, dat je jezelf redden kan vanzelf. Thank you.